Jij bent Paal van de Sluis. Ja, jij begint met een platform. Daarmee begin. Jij begint met een platform. Ja. Of tenminste, het wordt opgestart. Wij gaan binnenkort lanceren wij dus Soulflix. Dat is een platform voor vrije informatie, voor het vrije woord. En wij, dat komt niet uit de lucht vallen. Wij constateren al een tijdje eigenlijk dat er een onderdrukking van informatie plaatsvindt. Vanuit met name overheden censuur bedoel je? Censuur of onderdrukken van informatie of het negeren van informatie stelselmatig. Hè, wat eigenlijk een 1-2'tje is met de mainstream media. Hè, Mainstream media bedoel je de reguliere media. Dat zijn niet per se zozeer lokale media. Mm-hmm. Maar het zijn vaak nieuws outlets of media outlets die zijn verbonden aan grote conglomeraten, die onderdeel zijn van heel grote mediaconcerns, die in handen zijn van één of twee hele rijke... Eigenlijk zeg je, media is nu gewoon gestuurd door mensen die het willen sturen, of door bedrijven, of door regeringen. Het is geen vrije media meer. Nee, er is een hang naar een vorm van controle over de mensen. Nou, we willen niet diep ingaan op het hoe en waarom. Ja. Dat is ter discussie onderhevig. Maar we constateren het in ieder geval. En daarvoor denken wij dat, omdat er als reactie ook, zeker vanaf de coronaperiode, binnen de samenleving is iets ontstaan wat vooral meestal onder het verzamelwoord de parallele samenleving wordt geschoven. En, eigenlijk is het platform een alternatieve media vorm. Het is een alternatief voor de media. Dus een virtueel mediapark zou je kunnen zeggen. Een virtueel Hilversum. Ja. Daarbij is het overigens wel dat wij wel degelijk ook gebruik zullen maken van studio's. Waaronder in Aalsmeer, maar ook andere locaties in Nederland. En uiteraard hebben we technische mensen en apparatuur en een compact maar heel gemotiveerd team. Is het een 24 uur platform? Wat ik wil zeggen is, 24 uur per uur is daar per dag bij ons terecht, 24/7. Waarom? Omdat wij met name ook on-demand televisie leveren, maar niet alleen televisie. Hè? Dus het is echt een platform voor alle vormen van media. Jullie platform gaat niet van tevoren al uitingen weigeren, dat bedoel ik. Nee, dus het wordt gewoon op jullie platform gezet, rechtstreeks, zonder jullie... Dat jullie iets zonder monitor, dat bedoel ik. Nou, kijk, nu tegenwoordig hebben ze bij Facebook natuurlijk en Twitter en weet ik wel, dat weet je wel, monitors. En die kijken even of die filmpjes wel door de rug kunnen. Ja. Maar dat doen jullie dus niet. Dat doen wij wel, zeker. En natuurlijk is er een vorm van monitoring om juist crimineel gedrag of bepaald expliciet gedrag aan te pakken. Hè. Het is niet zo dat het een dat wij een compleet anarchistisch... De censuurvrij is het ook weer niet, zouden tegenstanders kunnen zeggen. Nou, nee, ik denk dat je... kijk, dus er is misschien voor heel veel mensen een thin line tussen wat is nou censuur of vrijheid van mening. Meningsuiting, ja. Een mening is het anders dan gedrag of een dreigement. Ja. Die daadwerkelijk echt iemand kwaad berokkenen. Daar zegt de grondwet ook iets over. Dus die zegt van, je zult een ander niet geen kwaad berokkenen. Je zult een ander niet dwingen. Geen bedreigingen en zo. En ook niet benadelen. Hè? Dus, en daar hoort bedreiging bij. Dus dat is allemaal afgedekt in onze grondwet die... Overigens door de regering zelf ergens in 1985 ook, geloof ik, ooit buitenspel is gezet. Met artikel 130, geloof ik. Maar
dat staat dus eigenlijk gewoon los van het vrije woord. Je moet met elkaar gewoon in discussie gaan. En je mag elkaar ook kwetsen, wat mij betreft. Hè, maar ik vind altijd van, ja, iemand die zich gekwetst voelt, die moet bij zichzelf te raden gaan van, waarom raakt mij dit? Hè, want als het om feiten gaat, ja, de feiten geven ook niks om iemands gevoel. Nee. Het kan echt niet dat iedereen zijn individuele gevoelens voorgaan op ja, wat eigenlijk de algemene waarheid is. Dus feiten zijn feiten. Voor die hele al te gevoelige typjes die mm-hmm. nu zeker binnen de woke-cultuur lijken het narratief te controleren. Ja. Hè, en op de een of andere manier denk ik dat het een commercieel interessant verhaal is, want omdat heel veel grote conglomeraten erin meegaan, hè, zelfs het bankwezen, die doen niks als daar geen geld te halen valt. Nee. Dat is niet ineens in één keer veranderd. Nee. Het is iedereen kan dus komen bij jou op het platform. Dus ja, dat probeer ik. Geef me even de ruimte om dat te vertellen. Kijk, wij hebben, ik zeg van ja, we zijn niet een kanaal of een tv-zender. Mm-hmm. Of, wij zijn, in principe zijn wij een soort Hilversum, maar dan virtueel. Dus een mediapark. Mm-hmm. Iedereen kan daar zijn eigen kanaal of omroep, maar ook gewoon een account openen en voor de verder rest alleen gebruiken om gewoon een beetje rond te kijken. Kijk, we hebben een open source gedeelte, dus een soort YouTube is dat. En dan heb je content die zit achter een betaalmuur, dat is een soort Netflix. Dus we gaan ook echt kwaliteitscontent brengen. We gaan nieuwsprogramma's komen, zelfs sportprogramma's. Muziekprogramma's, speelfilms. Ja, dat komt. Ja, weet je, die kan niet uit mijn eigen zak. Die worden daar Ik ben goed, ja. Maar weet je, dit doe je met elkaar. Hè, ja. Dus het zal natuurlijk ook van het draagvlak afhangen. Mm. Of het succes wordt, ja of nee. Ja. We gaan ons best doen eind september om met een mediacampagne om aandacht de vraag voor het platform en ook de reden daarachter goed te, dat bij mensen kenbaar wordt gemaakt en dan is het natuurlijk aan mensen zelf die lopen over het algemeen met bepaalde content lopen te mopperen op YouTube of Facebook of Meta in het algemeen. Dat hun content er weer eens af is gehaald of dat ze weer in de virtuele gevangenis zitten, hoe noem je dat? Inderdaad. Je hebt een strafbankje, noemen we dat. Een strafbankje, ja. Inderdaad. Dat is, maar toch, en voorheen was er ook geen alternatief. Dat is er nu dus wel. Ja. Je hebt nu iets wat zonder gecensureerd worden of zonder dat jouw informatie wordt weggedrukt of onderdrukt jouw content te plaatsen en waarop dus een soort fair play beginsel is in wie jouw content allemaal te zien krijgt. De inkomstenmodellen die zijn ingebouwd in Soulflix, die helpen mensen echt om een stukje zelfstandigheid voor zichzelf te creëren. Maar wat je zegt, inkomsten, hoe bedoel je dat? Moeten betaalde kanalen of reclame, hoe bedoel je dat? Onder andere, dus reclameblokken die je zelf ook aan en uit kan zetten op je eigen kanaal. Op je eigen kanaal? En eigenlijk acquisitie op kunt plegen. Hè. Dus als jij binnen je familie of in de buurt een ondernemer kent, een wakkere bakker bijvoorbeeld, hè, of een Een bedrijf, eerlijk bedrijf, die weet van jij komt bij mijn doelgroep, ik wil graag wel via jouw kanaal adverteren, dat is geen enkel probleem.
Dus dat is allemaal mogelijk. Wij doen zelf ook acquisitie, dus in het algemeen zullen in het open source gedeelte dus ook gewoon advertenties door de content en films heen lopen. Ja. Netflix gedeelte kan je dat gewoon uitschakelen natuurlijk. Dus voor de abonnees. Kun je ook je eigen betaald kanaal dan inzetten zoals YouTube? Ja, dat kan. Ja. Dat kan gewoon. Je kan dan ook bijvoorbeeld, stel dat je al op YouTube of op Rumble een kanaal hebt, dan kan je die content ook gewoon daarop zetten. En als je het gewoon belangrijk vindt om gevonden te worden en voor de rest hoef je er niet zoveel aan te verdienen, dan kan je dat op die manier gewoon doen. Maar als je, het liefst wat je doet, van je liefhebberij je beroep zou willen maken, dan helpen wij erbij, dan faciliteren we dat. Ja. En dat gebeurt in de meeste gevallen volautomatisch, maar goed, via helpdesk zullen we echt wel mensen ondersteuning bieden. Ja. En afhankelijk van natuurlijk hoeveel vragen wij aan kunnen daarin, hè, dat is natuurlijk ook altijd, we weten ook niet hoe snel we groeien natuurlijk, maar... Want je hebt het over studio's in weet ik wel, Almere of Aalsmeer. Ja. Dan moeten mensen daar naartoe misschien voor een programma of zo? Nou ja, goed, die keuze kunnen ze maken. En, we zoeken sowieso ook de samenwerking op met een aantal partijen. Zodoende hebben we dan ook in Weert binnenkort een hub. Ja, om maar een webterm te gebruiken. Maar... En daar kunnen ze een opname maken. Waar mensen kunnen, ja. En, we gaan partnerships aan. En hoe we dat exact vorm gaan geven, daar zijn we ook nog aan het uitwerken. We hebben een team van gemotiveerde mensen. We hebben ook wat vermogen achter ons zitten. Dat is ook niet eeuwig. Natuurlijk ook zo dat de inkomstenmodellen... die implementeren we ook voor onszelf. Dat moet om die hele infrastructuur overeind te kunnen houden. En de mensen die bij ons werken gewoon dat die dat kunnen blijven doen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Zo is iedereen ook geconditioneerd. Ook al zeggen mensen wakker te zijn. De samenleving die dwingt je ertoe om ook... Ja, niet alleen maar voor anderen bezig zijn, maar ook voor jezelf. Je moet ook aan jezelf denken. Mm-hmm. Niemand doet het in feite. Er zijn wel wat dingen waar je op terug kan vallen, maar dat houdt je allemaal maar net overeind. Dan iedereen die krijgt ook een wallet. Ja. Omdat wij met een crypto, onze eigen crypto zullen gaan werken. We zullen koppelen aan content. En die we ook uitgeven in de vorm van vouchers, kortingen op aankopen, bijvoorbeeld in de shop of bij een event. Dan kun je, dus mensen die daar kopen, kunnen daarmee ook die cryptocoin besteden. Die krijgen dan inderdaad wat meer waarde bovenop hun wallet. In feite. Waar staan die servers? Elke land heeft zijn eigen privacy-wetgeving. In Nederland is de privacy oké, niet helemaal prima, ook niet helemaal slecht. In Duitsland is het eigenlijk, vind ik zelf, beter geregeld. Ben je wettelijk echt veel beter beschermd, vind ik zelf. In andere landen slechter, in andere landen beter. Dus alles valt per 25 augustus onder die EU-wet, hè? Ja. Of wetgeving. Hoe illegaal dat die eigenlijk ook mogen zijn, de powers that be, die voeren gewoon die leggen hun wil op. Nou, één voordeel heb je wel in Duitsland. Je hebt de Constitutioneel Hof.
Mm-hmm. Die inderdaad af en toe wel zelf de EU-wetgeving naast neerlegt. Ja, neerlegt. En dat is, vind ik daarom zeker, een pre. Ja, ja, dat is zeker ja. Een pre. Maar verwacht je dat dat, binnen, dat, dat in Nederland... Nou, maar daarom is mijn vraag, waar gaan die staan? Als jij dat in Duitsland, daarom zei ik al, nee, ja. Als jij dat in Duitsland zet, dan voel ik me iets veiliger. Ja, we zijn graag transparant, maar hiermee kan natuurlijk... We geven al heel veel openbaar, voordat we ook al met de lancering starten, maar... Ik kan je hoeft niet te zeggen waar, maar... in zoverre duidelijk zijn dat die niet in de EU zijn. Okay. Elke groep of elke persoon kan zeg maar dus een account bij jullie openen. Zonder aanzien des persoons, zou ik maar zeggen. Dat betekent dus dat je inderdaad een streng fundamentalistische islamitisch dus gewoon streng gelovig is. Dat je natuurlijk ook daar aan de andere kant een streng gelovige... gereformeerde kan hebben die zijn eigen dingen zijn eigen kanaal opent. Ja. Zolang zij niet oproepen tot geweld of tot discriminatie, zijn ze welkom. Daar komt in feite op neer. Ja, ja. Daar komt het wel op neer. Ja, ja, inderdaad. Hè, dus in dat opzicht verschillen we niet zo heel veel van hoe we dachten dat de media en de democratie werkten vroeger ooit. Ja. Maar wij gaan dat wel gewoon tot uitvoer brengen. He, dus wat we nu zien ontstaan, he, je noemt het eerst juist wel de woke-ideologie. Nou, dat vind ik eigenlijk ook een fundamentalistische ideologie. Omdat hoewel ze zeggen dat ze voor diversiteit zijn en inclusiviteit, wel degelijk... Het is een geloof, als ik eerlijk ben. Ja, maar wel degelijk mensen buitensluiten ook. En zorgen voor tweedeling en polariteit binnen de samenleving. Het is Maar ja, die kunnen bij jou natuurlijk ook een account hebben. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, dat kijk, buiten onze eigen persoonlijke meningen, daar komt in feite op neer. Zeg jij van buiten mijn persoonlijke mening... Iedereen vrijheid. Mijn mening doet er niet toe. Het gaat erom dat iedereen de vrijheid heeft... om zijn mening te ventileren, om met elkaar van gedachten te wisselen, waardoor er ook ideeën kunnen ontstaan, waardoor er wederzijds begrip kan ontstaan. Om die polariteit die vanuit de politiek en de media zo is gecreëerd, om die uit de lucht te halen, om die... Eigenlijk een open samenleving, daar komt in feite op neer. Ja, in harmonie. Ja. Ja. Een open platform, ja. Open samenleving. Ja, maar wel op een nette manier, hè. Niet dat het allemaal... Nou, ik moet zeggen, ik dank je wel, Paul. Volgende keer gaan we verder. Ik stel volgende keer graag wat meer over. Dan kunnen we misschien wat meer dingen ingaan. Gaan we zeker verder. En, dank je wel, Daniel, dat ik hier mag zijn. Nou, geen probleem, hoor.